Welkom bij de serie Een anarchistisch ABC. In deze serie doen we een poging om verschillende concepten vanuit een anarchistisch perspectief te benaderen. Deze woorden leven echter in een complex van betekenissen, invalzoeken en analyses. Wat beschreven wordt in deze teksten omvat daar dan ook maar een selectie uit. Deze teksten dienen vooral als een introductie tot complexe onderwerpen. Waar nodig worden meerdere teksten, eventueel door verschillende auteurs, geschreven en opgenomen. De tekst die hier volgt gaat over bezit en eigendom en is geschreven door Elvi. Wat is bezit? Bezit is een belangrijk concept, maar helaas wordt er vaak slordig over gesproken. Het woord bezit wordt gebruikt voor een aantal verschillende concepten. Soms, in een poging om hier duidelijker in te zijn, wordt er een extra woord toegevoegd. Dan hebben we het ineens over privébezit en persoonlijk bezit. Echter, de woorden privé en persoonlijk houden zoveel verband met elkaar dat dit weinig opheldering biedt. Hierdoor is het noodzakelijk om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen bezit aan de ene kant en eigendom aan de andere kant. Bezit is te definiëren als dat waarover je beschikt en wat je actief gebruikt. Dat is dus bijvoorbeeld je tandenborstel. Je woonruimte en je laptop. Dit kan ook over productiemiddelen gaan. Als je bijvoorbeeld op een stuk land eten aan het verbouwen bent, dan bezit je dat land zolang je het verbouwt. Een bezitting blijft dus van jou voor zolang je het actief gebruikt. Als je besluit te verhuizen of een nieuwe laptop gaat gebruiken, dan heb je ook geen bezit meer over de vorige woonruimte en laptop. Je gebruikt ze namelijk niet meer. Deze vorm van bezit wordt ook wel eens persoonlijk bezit genoemd. Wat is eigendom? Eigendom is gerelateerd aan bezit, maar nadrukkelijk iets anders. Eigendom betekent dat je je claim legt op iets ongeacht of je het actief gebruikt. Met die claim, als die tenminste geaccepteerd wordt door de maatschappij, kun je aan andere voorwaarden opleggen om dat eigendom te gaan gebruiken. Een klassiek voorbeeld hiervan is het eigendom van woonruimte. Als jij een huis met afbetaalde hypotheek hebt waar je zelf in woont, dan is dat tegelijkertijd eigendom en bezit. Als je echter naast het huis nog een claim legt op honderd andere woonruimte, die je simpelweg niet allemaal kan gebruiken, dan houd je die alleen in eigendom. Je kunt dan van een persoon zonder huis eisen dat die jou betaalt alvorens je toegang verschaft tot een van die woonruimtes. Die persoon heeft dan het huis in bezit zonder het ook in eigendom te hebben. Vrijwel alles kan in principe eigendom zijn. En vrijwel alles in de wereld is in eigendom komen te vallen van de kleine maar machtige klasse. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Omdat de meeste woonruimte en landbouwgrond in eigendom is van een kleine groep mensen, kunnen wij daar niet zonder meer bezit van maken. Tenminste, niet zonder dat de eigenaars de politie op je afsturen. Om bezit te krijgen over de noodzakelijkheden om te overleven, moeten we dus losgeld betalen aan de eigenaars. Omdat de productiemiddelen ook in eigendom zijn, kunnen we niet zomaar de producten maken en verkopen om aan dat losgeld te komen. In plaats daarvan moeten we onze arbeidskracht verkopen zodat de eigenaars die kunnen gebruiken om door ons producten te laten maken die zij vervolgens in eigendom krijgen. Wij krijgen dan een fractie van de waarde van die productie terug, zodat we los geld hebben om ons eten en woonruimte van te betalen. Omdat de gemiddelde werker nooit genoeg betaald krijgt om afdoende te sparen, blijven we in deze visieuze cirkel. Slechts een enkeling weet het ooit voor elkaar te krijgen om zelf eigenaar te worden. Maar dit gebeurt zeer zelden. De meeste bekende eigenaars waarvan men denkt dat ze van een arbeidersbestaan zijn opgeklommen, hadden al een bevoorrechte achtergrond en hebben hooguit een klein fortuin in een groot fortuin weten om te zetten. De eigenaars willen alleen graag dat wij geloven dat het mogelijk is om dit absurde systeem te overstijgen, omdat dat hun helpt onze woede te kanaliseren en te bedwingen. Als we echt dit systeem willen overstijgen, dan kan dat alleen door het eigendom af te schaffen. De overgrote meerderheid van de mensen zal daardoor niet slechter gaan leven, want je kunt niet kwijtraken wat je toch al niet had. Het biedt daarentegen de vrijheid om een samenleving op te bouwen waar wij zelf kunnen besluiten hoe we de benodigdheden voor ons leven willen produceren. De angst dat we de huur- of hypotheek niet kunnen betalen valt weg, want er is geen huur- of hypotheek meer om te betalen. Het einde van de maand haal je altijd, want er is geen geld meer nodig om te overleven. Praktische uitwerking. Wanneer het eigendom weg is, kunnen we dus als gemeenschap daadwerkelijk controle over onze leefomgeving uitoefenen. Er is geen huisbaas die je verbiedt een poster op te hangen en geen gemeente die je verbiedt om de lokale plantsoenen tot iets leuks te maken. Het wordt daardoor mogelijk om met mensen om je heen een gemeenschap op te bouwen die ingericht is naar gelang wat jullie prettig vinden. Bezit is ook niet iets wat slechts één persoon tegelijk heeft. Als je samen woont, heb je ook samen bezit over de woonruimte waar je in woont. Hetzelfde is mogelijk voor bijvoorbeeld de landbouwgrond. Als je met 50 mensen die grond verbouwt, betekent niet dat je de grond in 50 evenredige stukken moet spitsen, waarbij ieder het recht toekomt tot één stukje. Dat zou niet eerlijk zijn, omdat je geen eerlijke opsplitsing kunt maken. Eén stuk van de grond kan bijvoorbeeld vruchtbaarder zijn dan de ander, waardoor het opdelen in gelijke stukken niet eerlijk is. Maar is het dan wel eerlijk, of zelfs mogelijk, om het land op te delen in stukken die evenredig vruchtbaar zijn? Dat zou betekenen dat je ook verschillende hoeveelheden arbeid moet verrichten per stuk. Denken over bezit als iets wat persoonsgebonden is, brengt dus vooral complicaties met zich mee en komt niet natuurlijk tot ons. Hoewel we in een woonruimte wel kamers toebedelen aan elkaar, hebben we ook gedeelde ruimtes waar ieder een evenredig gebruik van kan maken. Als iemand zo'n ruimte wil reserveren voor bijvoorbeeld een filmavond met wat vrienden, dan komen we daar met wat discussie wel uit. De onderliggende aanname is namelijk. Dat in ieder de ruimte tussen nu en dan eens kan reserveren en we dat elkaar gunnen. Op die manier kan er ook met productiemiddelen en landbouwgrond worden omgegaan. Als je een stuk landbouwgrond wil reserveren voor een bepaald gewas, dan kan dat besproken worden met de aanname dat iedereen eens een keer een stuk grond kan reserveren. De vruchten van de arbeid komen uiteindelijk ook iedereen toe, want dat wat niet door de een gebruikt wordt, is vrij voor de ander om te gebruiken. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een boormachine. Die kan je gerust een keer reserveren, met de aanname dat iedereen de machine een keer kan reserveren. Er kan toch maar één persoon tegelijk een boormachine gebruiken. Als er dan blijkt dat er structureel een tekort is aan bepaalde productiemiddelen, dan kan de gemeenschap samenwerken naar een oplossing voor dat tekort. Reserveringen van een bezit kunnen ook van langdurige aard zijn. Als je in de ochtend je woonruimte verlaat, dan is het toch een fijn idee als je in de avond weer diezelfde woonruimte kan gebruiken. Als je echt een woonruimte verlaat, om een jaar lang de wereld rond te reizen, dan kan die woonruimte weer terug in de gemeenschap, zodat een ander die woonruimte kan gebruiken. In beide gevallen heb je de woonruimte niet actief in gebruik, maar er is wel een praktisch en emotioneel verschil. Een woonruimte een jaar lang leeg laten staan is verspilling, terwijl dat niet zo is als je maar kort weg bent. Conclusie Denken over een wereld zonder eigendom brengt verschillende praktische vraagstukken met zich mee. Buiten het voorbeeld van de woonruimte zijn er ook veel dingen waarvan het verdedigbaar is dat iemand hier een leven lang bezit over blijft houden, zelfs als het een tijdje niet gebruikt wordt? Denk bijvoorbeeld aan tandenborstels of dagboeken. Over dit soort vraagstukken zullen gemeenschappen dan ook afspraken moeten maken. Een anarchistische gemeenschap zal hier onder andere uitgaan van het principe dat iedereen dat moet toekomen wat ze nodig hebben om te overleven. In de overheersing van de eigenaars is het mogelijk voor mensen om thuisloos te zijn, terwijl anderen nog eens een vakantiehuisje in eigendom hebben. Dat soort absurde en harteloze verhoudingen hoeven niet te bestaan. En kunnen ook niet meer bestaan als de heerschappij van de eigenaars wordt doorbroken. De wereld heeft genoeg plek en vruchtbare grond om te voorzien in alles wat we nodig hebben om te overleven. Zodra dat is gewaarborgd, hoeft er geen gevecht te zijn over de details om het leven comfortabel te maken. Het is aan ons om te zorgen dat die wereld komt te bestaan. Houd jij van linkse stickers? Wil je ook met de mooie vlag naar een demonstratie? Ga dan naar webshop.vrijbond.org voor je propagandamateriaal. Je vindt er stickers, flyers, boeken en vlaggen. Stickers en flyers worden verkocht op donatiebasis. Voor de rest wordt de minimumprijs gehanteerd om de productiekosten te dekken, maar je kan zelf kiezen of je meer wilt betalen om de Vrije Bond te steunen. De vrije markt verkoopt producten van democratische bedrijven en ZZP'ers. Denk aan koffie van Zapatistas en feministen, wijn van de CNT, olijfolie van Griekse anarchisten, schoonmaakmiddelen van een bezette fabriek en nog veel meer. Voor een echt vrije markt, zonder onderdrukkers en uitbuiters.